Goedemiddag, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend hadden we nog te maken met behoorlijk veel bewolking, zeker in de oostelijke helft van het land. De bijbehorende storing die daarvoor gezorgd heeft, die ligt op dit moment nog over het uiterste zuidoosten. En als we de satellietbeelden in beweging zetten, dan zien we dat eigenlijk de verplaatsing van het front heel gering is. We zien het koufront boven Duitsland wel verder naar het oosten opschuiven, maar het warmtefront boven Frankrijk heeft zich nauwelijks verplaatst. De de verbinding tussen die twee fronten ligt net iets ten oosten van Limburg en dat is wat ervoor zorgt dat het front daar niet of nauwelijks verplaatst. In de loop van de avond en nacht komt er langzaamaan wel wat koelere lucht vanuit het westen binnen en die gaat dan uiteindelijk toch de bewolking verder naar het oosten wegdrukken. Zoals gezegd, op dit moment op veel plaatsen toch nog wel flink wat zonneschijn. Ook vanavond is dat het geval. De bewolking in het zuidoosten gaat dan langzaamaan ook steeds meer breken. Zo overwege de avond is het een graad of 20 en komende nacht koelt het verder af naar 15 tot 12 graden. In het noorden komt dan wel bewolking vanaf zee binnenzetten en misschien dat er een enkele spat regen uitvalt. Wat zal denk ik niet veel voorstellen. Dan morgen overdag trekken die wolken in het noorden al vrij snel weer weg en de rest van de dag schijnt de zon geregeld en het blijft overal droog. Het wordt zo'n 20 tot 24 graden en dat alles bij een matige westelijke wind. De dagen daarna verandert in eerste instantie nog niet veel. De middagtemperatuur moet nog een klein beetje inleveren, ligt donderdag en vrijdag zo rond de 21 graden. Daarbij waait een matige noordwestenwind en wisselen zon en wolken elkaar af. Op de zaterdag wordt het wisselvalliger, dan kunnen de buien vallen, misschien zelfs met een klap onweer. En vooral aan zee waait het ook flink, windkracht 5 tot misschien wel windkracht 7, maar dat is nog een beetje onzeker. De middagtemperatuur ligt rond de graad of 20. En als we de temperatuur dan nog even wat verder vooruit gaan bekijken, dan zien we dat dat de zomerse grens van 25 graden voorlopig niet gehaald gaat worden. De onzekerheid is niet al te groot. We houden gewoon voorlopig vrij koel, cool, maar licht wisselvallig zomerweer. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl